Mijn vraag eigenlijk van, hey, stel nou dat de Bijbel waar is, hè? Ja? En er is echt een God en er is een hemel en een hel, denk jij dan dat jij in de hemel terechtkomt? Dat is een heel mooie vraag, of een moeilijke vraag. Het zo zou zijn zoals het in de Bijbel beschreven staat, dan zou dat mooi zijn, maar daar ga ik zelf geen uitspraak over doen. Ik ben niet degene die dat uiteindelijk moet en gaat bepalen natuurlijk. Maar mijn vervolgvraag aan jou is dan van... Zou wel misschien wel een hoop zijn, maar... Wat denk je dat de voorwaarde is dan om de hemel in te mogen? Ja, dat je jezelf wel enigszins hebt bekommerd. Niet alleen om jezelf, maar ook om anderen. Maar staat dat in de Bijbel? Nou, misschien niet zo letterlijk. Ik geef heel eerlijk toe. Ik ben niet iemand die zeg maar de Bijbel woord voor woord kan quoteren. Absoluut niet. Ik ook niet, want nee. Mijn geheugen is gewoon niet zo goed. Maar ik ken de Bijbel wel heel goed. En mijn favoriete Bijbelvers staat op dit kaartje. Ja. Er staat hier. Want uit genade bent u gered. Mm-hmm. Door het geloof. En dat niet door jezelf. Het is de gave, het is eigenlijk een cadeau van God. Ja. Niet uit werken, zodat niemand zou roemen. Dus wat ik als evangelist doe, is eigenlijk mensen aanspreken en zeggen van... Hey, pas op, je kunt hemel, God, kun je niet bereiken door goed te zijn of door goede daden te doen. Ja. Dat kun je alleen maar bereiken door te geloven. En dan is mijn vraag eigenlijk aan jou, van wat moet je dan geloven? Dat is inderdaad een voor mij heel bekend verhaal en misschien waarschijnlijk ook terecht. Ja, maar mijn vraag is dan van wat moet je dan geloven? In mijn beleving dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Juist. En wanneer zijn voorbeeld volgt in de zin van liefde verspreiden naast liefde. Dat de kern van de boodschap zou moeten zijn. Ja, de tweede gedeelte. Dat is mooi, maar dat hoort natuurlijk niet bij de redding van de ziel of straf van de zonde. Klopt, ja. Wij zouden natuurlijk allemaal zo goed mogelijk moeten doen. Maar het gaat puur en alleen om dat je inderdaad gelooft dat Jezus voor de zonde van de mens is gestorven. Ja. Maar geloof jij dat ook? En daarmee bedoel je dus ook te zeggen dat hij als zoon van God zo is gestuurd. Dat hij de Christus is. Dat hij de Christus is. Ook in de Bijbel beschreven staat dat hij aan het kruis in Golgotha gestorven is. Ja. Of ik dat letterlijk zo zoals het beschreven is geloof, dat weet ik gewoon niet. Ja, heb je nog iets om uit te zoeken dan? Ik kan je daarbij helpen. Ik heb een filmpje opgenomen, staat op YouTube. Dat heet De Bijbelse Weg naar de Hemel. Okay. Is 15 minuten en dan laat ik ook een aantal belangrijke Bijbelpassages langs. Ja. Zodat je precies weet wat de Bijbel zegt. En een van die passages is Handelingen 16 vers 30-31. Daar wordt de vraag gesteld, wat moet ik doen om gered te zijn? Ja. Wat kan ik nu doen om nu al gered te zijn? Ja. En het antwoord is, geloof in de Heer Jezus Christus. Ja. En gij zult gered zijn. Nou, dat geloof in Jezus Christus, dat is niet geloven dat hij bestaat. Nee. Ook niet dat hij een profeet is, zoals de islam bijvoorbeeld leert. Ja. Het geloven is dat hij de Christus is. Dat hij degene is die jou kan redden van de hel. Dat je dat zelf dus niet kan doen. Maar ben je het daarmee eens? Dat jij jezelf niet kan redden? Dan ben je al heel ver. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Ja, want dat is eigenlijk wat de meeste mensen wel geloven. Dat ze toch wel iets moeten toevoegen aan wat God voor ze gedaan heeft. Ja. Maar ik zou zeggen, ga een keer kijken en dan hoop ik dat wij elkaar gaan zien. Ik ben er op mijn eigen manier mee bezig. Ik wil absoluut niet de belofte naar jou doen van ik zal het misschien wel bekijken hoor. Ik ben me ook wel geïnteresseerd, want ik hou me bezig met dit soort onderwerpen. Overigens hou ik me bezig met vrij brede onderwerpen. Maar goed, ik durf absoluut niet te zeggen dat ik op dat pad kom. Alleen, ik ben er op mijn eigen manier mee bezig. En dat is gewoon het enige antwoord wat ik kan geven. Nee, maar ik ben pas op mijn 30ste begonnen met zoeken. En toen mijn 33ste ben ik tot geloof gekomen in de Bijbel, in de God van de Bijbel. Is dat door een persoon gekomen of door een ervaring? Dat kwam omdat mijn toenmalige vriendin, die ging naar een christelijke kerk. En ik had er geen weet van. Nooit van Christus gehoord eigenlijk, van de Bijbel nooit bestudeerd. En uit interesse, oprechte interesse, ben ik meegegaan vanaf het begin mee naar de kerk en ben ik de Bijbel gaan lezen. Heel veel vragen in het begin, heel sceptisch, maar uiteindelijk heel veel antwoorden gevonden. En uiteindelijk ook bij de kern van, hey, waar gaat het eigenlijk om dit leven en wat wil God dan eigenlijk van ons? En hij wil dat we bij hem komen in de hemel. En dat kun je bereiken door te geloven in dat hij degene is die jou kan redden van de hemel, niet of nou, dat jij dat zelf dus niet kan. Dat is, en sinds ik dat weet... Ja. Heb ik ook zoiets van, maar dat moet iedereen dan toch weten? Want volgens mij weten heel weinig mensen dat. Dat is misschien wel zo. Dat is ook iets van perceptie. Wat er in zekere zin in meespeelt. Maar ik ben uiteindelijk een agnost, zeg maar. Dat verklaart. Mm-hmm. Ik ben gewoon meer van de stelling van, ik weet niet. Precies, natuurlijk ook kern van het geloof, hè? Geloof is geloof. Natuurlijk zeggen, je kunt het niet bewijzen, net als wetenschap. Ik bedoel, die discussie heb je heel vaak gehad met mensen. Nee, maar geloof is geloof. En ik kan jou niet zeggen, je moet geloven. Je gelooft iets wel of niet. Klopt. Dus wat ik dan aan meegeef,
Ja, wat je eens doet, is goed. Ga gewoon lekker onderzoeken. Ja, ja. En je komt uiteindelijk toch wel bij de waarheid terecht. Ja, wie zoekt zal vinden, zegt Jezus ook. Ja, dus, of die waarheid je nou bevalt of niet. Maar... Nou ja, de waarheid is heel mooi. Ja, maar de waarheid ontstaat in... Ja, Jezus zei van dezelfde tijd... Ja, ik kan heel veel quotes uit te gooien nu, dat zal ik maar niet doen. Maar de waarheid is ook perceptie natuurlijk. Maar ik moet dan quoten wat Jezus zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, hè, dan door mij. Dus ja, je moet toch echt bij Jezus zijn. En Jezus is het woord van God, dus dat is de Bijbel. Je moet, gewoon de Bijbel zijn. Maar mag ik, wat me wel heel erg interesseert, is de relatie tussen, ik noemde het al net, geloof en wetenschap. Mm. Hoe zie jij bijvoorbeeld van dat geloof en wetenschap, heb ik voornamelijk over bed en natuur en scheikunde, zeg maar, elkaar tegenspreken, ja, nee, verhoudingen daartussen. Ik weet überhaupt niet wat je voor je 30ste bezig hield met studie of werk of wat dan ook. Maar... Helemaal niks. Ik was alleen maar aan het gamen en was heel depressief en heel slecht. Dat was gewoon niet goed. Ja. Maar wat eigenlijk waar het met mij mee begonnen was, was dat mijn vriendin toen filmpjes liet zien van Kent Hovind. Dat is een Amerikaan, dat was ook echt een leraar. Die gewoon volgens mij natuurkunde of zo gaf. Ja. Maar die is wel christen en die heeft echt hele goede uitleg. Ja, dat komt ook best vaak veel voor hoor. Ja, dat mensen die inderdaad toch wel in de scheikunde of in dingen zitten, ja, de biologie, dat ze toch wel christen zijn. Ja, uiteraard zelf ook. Dus hij heeft heel goed materiaal wat mij echt overtuigd heeft van ja, maar kijk eens naar wat je op school geleerd is en in hoeverre is dat waar. En toen dacht ik van ja, ik heb zomaar aangenomen dat die evolutieleer dat allemaal waar is. Maar als ik nu over nadenk, inderdaad, het is toch logischer dat er inderdaad wel een schepper is. Omdat vanuit niks alles ontstaan is. Dat is helemaal niet bewezen trouwens. Ze kunnen wel zeggen van het is bewezen, maar er is nooit iemand bij geweest. Dus ja, het is ook een geloof dan. Dat klopt, maar ja. En Frank Turek die zegt bijvoorbeeld van, I don't have enough faith to be an atheist. Kunnen leggen bij religie. Sommige stellingen of axioma's of beweringen in de Bijbel die zijn misschien ook niet allemaal bewezen. Nee, dat de wereld en de schepping dan in 7 dagen tot stand kwam, daar lag niet ook 99% van de mensen uit. En 100% is het eens met stelling dat ook dat niet bewezen is. Nee, er is ook niks bewezen, want ik ben ook nergens bij geweest. En het enige wat ik kan doen is kijken wat zegt de Bijbel. En dan kan ik zeggen, nou, ik geloof het wel of ik geloof het niet. En in mijn geval geloof ik het wel. Als jij de Bijbel leest en ik geloof het niet, ja, prima. Dat mag ja, toch? Nee, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja, ik doe zelf dingen. Ik woon dan in Vianen, daar kom ik net vandaan. Er staat een heel mooie grote kerk. En daar doe ik best veel dingen voor, websites maken. We doen zeg maar de diensten voor ouderen helemaal sinds corona streamen. Dat heb ik helemaal opgezet samen met de werkgroep. Maar, dus ik geef heel eerlijk toe dat mijn verbintenis met de kerk is ook gewoon iets doen voor de gemeenschap. Mm-hmm. Is niet per se, ja nogmaals, dat ik de Bijbel elke dag lees of zo. Ja, dat is misschien een beetje vals. Maar is ook helemaal geen vereiste natuurlijk. Nee. Je kunt ook naar de hemel zonder ooit een Bijbel open te hebben geslagen. Ja, nou goed, dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval... Nee, maar dat zeg ik tegen jou. Dat is wel... Ja, ik ben er op mijn eigen manier mee bezig. Ik denk voor veel mensen, voor iedereen, dat het zo vertelt. Ja. Nou, ik hoop dat je toch iets aan hebt gehad aan ons gesprek. Ja. En ik bedank jou voor het gesprek. Fijne dag verder, meneer. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Hoi, hè? Hoi.